Dames en heren, jongens en meisjes, welkom allemaal bij Content Veen seizoen 3. We zijn hier in de winkelvallei aangekomen en zoals je kan zien daar in de verte, een grote nieuwe cowboywinkel. Spannend! Meneer KB heeft een nieuwe ijzerwinkel geopend, jongens, en dat is een grote Iron Golem met een cowboyhoed en ik wil er nu heen om te gaan kijken. Hé, wat is dit nou weer? Piratenland en Wilde Westen die kant op. Oh, meneer KB heeft allemaal kleine updates gedaan. Je leuk. Goed, jongens. Ik heb hier een afspraak met Floor en die staat hier al op mij te wachten. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik heel even snel bij de ijzerwinkel van meneer KB kijken. Zetten we mijn paard hier even bij de andere paarden gezellig. Nee, dan kunnen jullie even... Ben, jij komt hier vandaan. Back to your roots, bro. Ik laat hem niet te lang staan, want straks wil hij nog terug. Oké, de Iron Golem. Oh jee, maar hij is groter van dichtbij dan dat hij van afstand is. Oh my days. Wat is dit? Wild West Iron. Iron uit het Wilde Westen. Oh, dat vind ik leuk. Laten we naar binnen gaan. Bovenverdieping binnenkort geopend. Oké, okay, pinnen. Je kan... dit is de ender chest. Dan kan je pinnen. Leuk. Oh, hij verkoopt chains, hoppers en... Oh, dit vind ik geweldig. En los ijzer, ijzeren blokken. Meneer KB? By far de meest nuttige winkel tot nu toe in de vallei. Op het moment heb ik even geen ijzer nodig. Maar jongens, ik wil deze aflevering wil ik mijn bijenfarm uitbreiden en leuk maken. Oftewel, dan heb ik wel heel veel ijzer nodig. Waarschijnlijk hoppers en zo. En chains en lanterns en... En veel voor details heb ik nooit. Heb ik letterlijk nooit genoeg. Dus meneer KB, ik ga deze winkel helemaal leeg roven. Ik bedoel kopen, leeg kopen. Ik bedoel roven, jongens. We gaan hem leeg roven. Goed, ik had hier een afspraak met Floor. Want wij wilden onze nieuwe honingwinkel gaan openen. Waar we honing, kaarsen, strings... dat is het eigenlijk wel. Willen we allemaal gaan verkopen? We hebben een leuk design samen bedacht. We gaan een crossover episode doen. Nee, we gaan samen gaan bebouwen. Ik heb met haar afgesproken. Ik moest hier 12 netherbricks meenemen. Dan waren alle items compleet. Hij komt hier, kijk. Kapitein Knalnut en Floor. Hey, en er is hier ook wat nieuws. Een elfje. Er is een bos elfje verschenen hier. Wat is dit? Deze heb ik nog niet gezien. Ik wist dat die er was toen ik deze aflevering startte, maar dit niet. Kabouter Casino. Oh my days. Weet je, jongens, dit laten we nog heel even wat het is. Hier komen we zo meteen na de timelap van de mooie grote honingwinkel. Gaan we heel even daar leegroven. Leegkopen, sorry. En dan gaan we daar ook even naar het Kabouter Casino. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor, ja. Je bent er klaar voor. We gaan een prachtige honingwinkel bouwen. Jij gaat alles doen en ik ga kijken. Dat is de afspraak, toch, Ivanne? Nou, dat vind ik een beetje jammer, dit. Nee, ik zou zeggen, laten we lekker beginnen met bouwen. We gaan een mooie honingwinkel bouwen. Ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat mensen veel gaan kopen. Ik hoop het ook. Ik hoop het echt, waar, anders is het zonde van de tijd. Ja, maar ik ben bang. Nee, dat komt wel goed. Komt helemaal goed. Jongens, daar zijn we weer. We keren terug naar een prachtige timelapse. En we hebben een hele leuke honingpot gemaakt met vliegende bijtjes en met zonnebloemen. Floor, die moest helaas gaan. Maar dankjewel, Floor. Ik vond het een leuk avontuur samen. Hij is van binnen nog niet af. Ik heb het Floor afgesproken dat zij dat mag doen. Want ik vind het interieur wat Floor altijd maakt in haar huizen, vind ik altijd echt geweldig. Dus ik heb haar gevraagd, Floor, wil je alsjeblieft het interieur doen? Want dan gaat het er sowieso mooi uitzien. En als het goed is, gaat dat deze aflevering nog gebeuren. Niet vandaag, maar morgen. Maar dat is voor jullie deze aflevering. Maar wat is de winkel goed gelukt, hè? We hebben een honingpot gekozen. Dat was toch het leukste om te maken, dachten we. Met leuke bijtjes erbij, zonnebloemetjes en zo. Hier nog een karretje met honing ervoor. Alsof mensen de honing hier naar binnen komen brengen. Of juist weg komen halen. Ik heb neergezet binnenkort open. Dus ik ben benieuwd wanneer Floor het interieur ervan gaat maken. Hij kan nog niet open, jongens. Dus op het moment. Want, om twee redenen, het interieur is nog niet af. En ik moet nog even mijn farm upgraden. En dat gaan we ook deze aflevering doen. Maar laten we eerst even de winkel van meneer KB leegkopen, sorry. We gaan hem niet plunderen. We gaan hem wel plunderen. Zetten we Benny weer hier neer. Ik heb nog niet vanaf hier gekeken. Oh, we zijn de achterkant van de zonnebloemen vergeten. Oh mijn god, dat besef ik nu pas. Hoe kunnen we dat vergeten? De achterkant van de zonnebloemen zien er niet uit. Oh, die moeten we nog even regelen. Oeh, dat is zonde. Ah, komt goed jongens, dat regelen we wel. Oké, Wild West ijzer. Wat gaan we kopen? 2 stek ijzer. Waar staan de prijzen? Er staan letterlijk nergens prijzen. Waarom niet? Ik denk per stek dat het gewoon een diamond is. Nee, dat klopt dan niet. Waar staan de prijzen? Wacht even. Dit klopt niet. Er staan
Ik snap er helemaal niks van. Oh, jongens, hier staan de prijzen. Ik snap hem. Het staat erboven. Ah, oké. Dan klopte dit wel hier. Dan wil ik ook wat lanterns kopen. 1 stack, 1 diamond. Zo, hoppakee. En wat chains. 1 stack, 1 diamond. Ook top. En hoppers. Ja, sure. Hoppers kopen we ook. Zo, blij met de buit die we hebben uiteindelijk toch gekocht. Niet geplunderd. Gaan we in de toekomst toch plunderen. Benny, het is tijd om naar huis te gaan. Oh nee, het is niet tijd om naar huis te gaan. We gaan eventjes op bezoek bij de boselfjes. Want daar ben ik nog nooit geweest. Hallo? Hallo. Hey, wat, ik ben hier echt 1 keer geweest en toen zag het er niet zo uit. Oh, ja. Oh maar deze. Jullie zijn echt boselfjes. Ja. Het ziet er leuk uit, dit man. Vlinders, een grote mier. En we hebben een beacon. En een beacon, dat is inderdaad ook zo heel cool. En betekent dit hoeveel blokken dit ver weg is? Dat is mijn basis 1014 blokken ver weg? Dat heb ik met Julian gedaan. Oh. Ik vind het er leuk uitzien, dit. Geef me een blokbeininkje. Ja, nou, laten we even hier beginnen. Ja. Hier is nu nog eigenlijk helemaal niks. Oh, oké. Okay. Dit willen we hier wel doen. Leuk. Weet ik veel bos gaan bouwen of zo. We hebben wel veel ruimte, mooi man. En dit ziet leuk. Dit vind ik leuk uitzien, nou, dit hangende hier dingetje. Dus, een soort, ja, bij je beehive, zeg maar. Als je hier naar beneden gaat. Ja. We moeten nog wat decoreren. Alleen. Oh, dan, we hebben ook een bijenfarm. Concurrentie. Ja. Concurrentie. Dan zie je hier alle dingen zitten. Iets in je inventory? Huh? Nee, ik heb niks in mijn inventory. Helemaal niks. Maak je geen zorgen, kom, we gaan verder. Naar rechts terug. Zo, let's go. Nee. Nee, ik leg het allemaal terug. Allemaal. Zo. Oké, ik leg alles terug. Zo. Oké, ik geloof je niet wel. Ja? Ja. Oké, let's go. Het ziet er serieus wel heel leuk uit. Oh, een leuk strandje. Ja, nou. Dit is helemaal mijn gebied, dit zo, het strand hier. Ja, hier kan mooi een piratenboot komen. Daar ligt al een gestrande piratenboot, zeg maar. Jullie hebben een boot laten zinken? Ja. Jullie oorlog of zo? Wat is dit? Die lacht er al. Dan komen hier. Dit, zeg maar, hier, ja, dit is ook het begin. Dat was een van de eerste dingen gebouwd. Dat is ook wat rommelig. Maar onze villagers. Oh, jemig. Oh, dit is natuurlijk voor jullie wijze held. Om de ah, dit is ook vooral slaapvernijdend. Het werk van Joris en Julian. Dit is slaap. Nee. Wat heb ik gedaan? Ja, dan gaat er hier loopt een zombie achter. En dan kunnen we een zombie villager laten maken. Waardoor. Waardoor we ze weer goedkoper kunnen. Handig. Dit is gewoon slaapvernij wat jullie hier doen. Ja, precies. Zegt hij hier volle trots. En ja, dat is een kleine cave of zo. Mm-hmm. Ja, hier. Dan komen we hier. Cactussen. Gewoon farmpies, mooie boompies. Ja, ik heb een boom wel met kaal, wat sniffers erin. Een beetje kaal? Een beetje kale boom. Als in blaadjes. Het, ja, het is momenteel, zeg maar, begin lente hier. Dus, oh, ja, dat is al meer dan in de winkelvallei. Ja, ja, daar is volgens mij echt, vooral echt heel erg herfst of zo, of winter. Ja, dan moeten nog de blaadjes in de boom groeien. Ja, hier, nou, hier snippers. Wat snippers in. Appelmoes, frikandel en gehaktbal 2. Is gehaktbal 1 dood gegaan? Ja, die had Julian geslacht. Handig. Nou, hier onze mooie slak die een soort magische grot in gaat ofzo. Ik snap het. Ik weet precies, daar komt hij in de nether, komt hij ondersteboven. Ja. Kleine paddenstoelen. Mooi. Dat zijn door die goede heads. Ja, dit huis is eigenlijk helemaal niks. Oh. Nou, de huizen zijn gewoon decor, denk ik, hè? Ja, ja, daar willen we het ijzerhuisje van gaan maken. Oeh, mooi. Ja, jullie hebben wel een leuke basis, hoor. Ja. Ja, de grote mier vind ik vooral heel leuk. Wat is dit? Waarom is mijn deur zo raar? Huh? Deuren hebben toch altijd de twee bovenste open zijn? Oh, waarom is mijn deur zo raar? Wat? Ik bij mij is gewoon normaal. De bovenste twee luikjes zijn toch open? Horen toch open te zijn? Mijn deur? De bovenste, ja, bij mij zijn niet gewoon open. De bovenste vier, sorry, de bovenste vier. Ja, ja. Waarom, bij mij zijn er maar twee? De rest is niet. Dat is een voor rare deur. Wat bij mij is hier heel veel bijen. En hierna, hier zijn nog wat bijen. Jo. Huh? Ah, waarom zoveel? Je moet eigenlijk wachten tot het ochtend is. Dan komen ze allemaal dan uit. Dan komen ze allemaal naar buiten. Oh mijn god. Ik moet echt een hele grote farm maken om de concurrentie tegen te gaan. Nou, dan heb je hier nog een mini slak.
Dit vind ik een serieus een heel leuk plekje hier. Ja, we willen hier zeg maar beginnen met het soort bos, weet je wel. Dus het elfenbos. Dan loop je een soort grot door. En dan, ja, een soort elfenbos. Cool. Hier heb je ons ja, ook weer het werk van Joris. Oh jee, maar Julian. Dit is mooi. Ja, een soort mega autosoorten. Heel dus gaaf. Je gooit in deze put, gooi je iets randoms. Je moet serieus dan spullen in de put gooien en dan komt het in de kisten. Ja. Dat is serieus echt heel cool. Nou, daar moet je dus Joris voor aankijken en Julian. Hier, ze hebben nog een huisje aan het maken. Prachtig. Ja, en als we hierin lopen. Ja. Dan komen we zo bij onze iron farm uit. We hebben ook nog een terraforming gedaan. Alleen, je moet het gras, zou ik als ik jullie was, laten hangen eroverheen. Ja, ja, nee. Alleen we hebben nu nog het ruwe werk zeg maar, gedaan. En dan komt later de decoratie. Oké, okay. Nou dat komt wel goed. Vertrouwen. Wacht even, er waren allemaal elfjes en in één keer komen we bij een kasteel. Ja, dit is nog helemaal. Huh? Ja, het moet ook nog gedecoreerd worden. Als, ja, oké, okay, maar wat is dit? Waarom staat hier een kasteel? Een soort vervallen ruïne. Oh, dit is een ijzerfarm. Hier is de ijzerfarm. Oh, oké. Okay. Nou, hier beneden is dan onze buit, zeg maar. Mijn buit bedoel je? Nee. Mijn buit. Je hebt een grasblok, wat ga je doen? Oh, je hebt je armen aan. Hoeveel buiten heb je? Jemig! Maar jullie hoeven niet meneer KB's winkel dus nooit te gebruiken. Nee. Die heeft geopend. Maar ja, mijn winkel wat ook niet eens. Ik ga honingwinkel, daar gaan jullie niks aan hebben. IJzerwinkel, gaan jullie niks aan hebben. Iets, misschien dat je kaars gaat verkopen of zo, misschien wel. Mm-hmm. Wat is er? Ik mis wat eigenbroeks. Sorry, zo. Je boom, joh. Oké, stop het. Ik heb echt niks. Nou, let's go. Nee, echt niet. Oké. Ik heb alleen mijn eigen ijzer dat ik gekocht heb. Ja, nou wat boom, joh, en dat was het eigenlijk wel. Leuk man, jullie basis is echt groot, maar jullie zijn natuurlijk ook met z'n drieën, dus jullie kunnen ook echt lekker doorwerken. Ja. Dat is leuk. En dus, ik was een tijdje op vakantie. Mhm. Maar in de tussentijd, ik bedoel, het is niet dat ik op vakantie ben, dat dan onze hele basis stil ligt of zo, weet je wel. Nee, dat is logisch. Dan wordt gewoon lekker doorgebouwd. Oh. Maar dat was hem. Dat was hem? Ja, dat was hem. Leuk man, hele leuke basis hebben jullie. Leuk om elkaar gezien te hebben. Jullie zijn natuurlijk niet echt op paardafstand, dus de enige manier hoe ik bij jullie kom is via de Nether. Oh wacht, dit is een verkeerde route. Zeg maar, we zijn best wel ver van, best wel ver van iedereen. Maar ja, met een boot ben ik op zich hier ook wel weer redelijk snel. Zie je Render Distance heel hoog zet? Zie je vanaf daar ergens Floor en René of zo volgens mij? Huh? Vanaf hier? Ja, volgens mij niet vanaf hier, maar volgens mij, als je hier ergens gaat staan volgens mij. Oh joh! Jullie wonen vet dicht bij Floor en René! Ja, op zich best wel, ja. Oh, je kan het gewoon vanaf hier zien, joh. Oh my, dat is echt best wel dichtbij. En ik ga er altijd met de boot heen, dus kan ik voortaan ook gewoon hier. Wauw, ik wist niet dat jullie zo dicht bij Flora René woonden. Ja, oh, joh. Cool. Ja, en we willen uiteindelijk dus gewoon nog hier, ja, gewoon, echt een soort bos maken, weet je wel. Mm-hmm. En ja, een soort druk gevoel laten hebben, want... Heel leuk. Best wel, wat wij best wel leuk vinden. Ja, het moet wel echt een bos zijn natuurlijk. Heel veel natuur moeten jullie hebben. Ja, dat gewoon. Leuk. And that's it. Heel leuk. Ja, leuk man. Wat krijg ik als cadeautje dat ik op bezoek ben gekomen? Mij krijg jij... een oog. Ja. Top, dus kan ik eindelijk mijn oog vervangen, want ik heb mis een oog met mijn oog. Ja, daarom snap je. Ja, dankjewel. Dus heb ik eindelijk alleen... mijn tweede oog. Die was ik al kwijt. Je kijkt alleen wel steeds naar links. Je hebt wel een lui oog, zeg maar. Je kijkt maakt niet uit, joh. Maar ik was hem al kwijt. Oh. Ik was hem al kwijt, oog. Top, dankjewel. Nee, dan... welkom in het Wonderwoud. Oh, dat is ook een leuke naam, het Wonderwoud. Het Wonderwoud, wauw. Nou, dan wie weet zie ik je binnenkort wel weer een keertje in het Wonderwoud of bij Piratenland. Ja, Piratenland of KB's. Of Wonderwoud. Jojo. Goed, jongens, we keren terug in Piratenland bij de smalle knaller van kapitein Knalnut. Ik heb even snel een laddertje gebouwd. Dan kunnen we ook voortaan gewoon omhoog klimmen hier. Volgens mij is dit de eerste keer deze aflevering dat ik bij mijn eigen basis ben. Volgens mij ben ik hier nog niet eerder geweest. Maar kan ik jullie wel gelijk uitleggen wat we nu gaan doen. Ik wil in dat inhammetje daar, hier wil ik mijn bijenfarm maken. En ik denk dat ik dat wil doen door een niet al te groot iets te maken. Maar ik wil hier denk ik een beetje een overkappingje hebben met misschien een leuk anker. En dan dat achter het anker de ingang zit en dan hoef je er eigenlijk bijna nooit in. Je hoeft alleen een kist ervoor te hebben waar dan alle honing en zo vandaan komt. En dan daar onder de grond de farm. Want dat is met al dat redstone, dat wil je eigenlijk niet in het zicht hebben. Ziet er natuurlijk niet heel mooi uit. En dan wil ik gelijk dit bergje hier even mooi maken. Dit strand zo mooi doortrekken tot hier. En misschien de farms ook een beetje doortrekken. Dat het gedeelte van het huis en hier en de boot meer één gedeelte wordt. Het zijn nu voor mijn gevoel twee losse gedeeltes. En dat is niet echt heel chill.
En omdat ik dat anker wil bouwen, waarschijnlijk met koper. En ik wil niet zomaar het, hoe noem je dat, oranje koper hebben. Maar ik wil eigenlijk die daar hebben. Heb ik vast hier een soort koper setupje gedaan. Zodat het een beetje kan, hoe noem je dat, te groen worden. Dat het groen kan worden. Dus ik ga even wachten tot het allemaal een beetje groen is. Dan kunnen we dat gebruiken. Ik heb vast een kistje klaargezet met alle spulletjes, jongens. Ja, we zijn goed voorbereid deze aflevering. Kijk, boom. Hoppakee, een kistje met alle spullen die we denk ik gaan gebruiken. Misschien dat ik meer nodig ga hebben. Dan moet ik de huidige farm die ik hier heb, moeten we even weghalen. Maar hij werkt wel goed. Behalve dan de honeybottles. Maar we gaan hem 2 keer zo groot maken. En dan op deze locatie hier. En dat gaan we maar gelijk doen. Dus veel plezier met kijken naar deze timelapse. Terug naar een prachtige timelapse. En we staan op een aparte locatie om te beginnen naar, deze timelapse. Ik had even een voice crack. Maar ik dacht, als ik hier begin, kan ik jullie leuk zeg maar meenemen door alles wat we hebben gebouwd. En ik heb meer gedaan dan dat ik geanticipeerd had dat ik zou doen. Maar dat betekent niet dat ik er niet blij mee ben. Ik ben er heel blij mee. Benny, ik zet jou heel even tijdelijk hier neer. Hoppakee. Sorry, Benny. Dan heb ik een nieuw pad gemaakt naar de boot toe, jongens. Want in principe stopte het pad ergens daar beneden. En het was heel onhandig. Als je vanaf hier kwam, moest je helemaal daar naar beneden als je naar de boot wilde. Helemaal niet heel top. Maar je kan nu ook gewoon gelijk hier naar rechts als je van de winkelvallei komt. Heb je een mooi boompje hier. Een beetje mooie natuur. Dan heb je een soort pad door een berg hier. Dan heb je hier een vervallen huisje. Dit moet een soort van ruïne voorstellen. Je hebt ooit een huisje gestaan. Een paar kanonnen leuk hier en daar. Een leuke klif waar je overheen loopt. Nog meer bomen en met, wat is het? Kokosnootjes erin. Dan heb je hier natuurlijk mijn prachtige boot. Maar waar het eigenlijk allemaal over ging, jongens. Dat is natuurlijk hier de bijenfarm. Ik heb ervoor gekozen om een anker hier leuk te plaatsen. Dat was dat zei ik dat ik ging doen met best wel... Dit vind ik een heel mooi blok. Die koperblokken, sorry. En hij werkt goed, jongens. Ik heb hem 2 keer zo groot gemaakt van binnen als dat mijn vorige kleine was. Als in, die stond eerst daar. En dat was ongeveer dit alleen. En ik heb het nu ook aan de andere kant gemaakt. Deze kant zorgt voor met scharen voor honeycombs. En de andere kant zorgt voor honing in glasbottels. Alleen dan moet ik meer glas hebben, want dat werkt nog niet helemaal lekker. En het blijkt dat ik ze helemaal moet vullen. Maar dat is iets wat ik buiten de opname wel gewoon regel. En het strandje is ook helemaal doorgetrokken zoals dit. Dus nu is het 1 groot geheel. We gaan wel even vanaf de boot staan, dan kunnen we het goed zien. Ja, kijk dit nou jongens. Dit ziet er toch gezellig uit. En als mensen zoals meneer KB met hun paard hier nou weer langskomen, kunnen ze nu gewoon helemaal met het paard doorrijden tot daar. Wat ik in een van de volgende afleveringen waarschijnlijk wil gaan doen, is het pad hier naar beneden doortrekken. Een klein stijgertje hier op het water maken. En dan hier... Weet ik nog niet zozeer wat ik wil maken. Zien we in de toekomst wel, dat zien jullie ook wel. Het gaat vast wel heel mooi worden. Maar ik ben in ieder geval blij met het resultaat van ja, de cliff slash strand slash bijenfarm. En over de bijenfarm gesproken. Volgens mij heeft Floor de winkel ingericht. Dus laten we even kijken. Oké, jongens, tromgeroffel. De winkel is... Badabah, nog niet helemaal ingericht. Oh. Dit is minder dan ik had verwacht. Floor. Je zou de winkel... Dit is wel heel leuk. Dit is zo, dat dit zo'n oliedinges is. Of olie... Wat zeg ik nou? Honingvat is. Maar ik dacht dat hij klaar was. Jongens, reageer allemaal even in de reacties met een hele grote, uitgebreide, lange, boze brief aan Floor. Waarom ze de winkel nog niet heeft ingericht. Maar ik bedoel, een beetje sarcastisch boos. Niet echt boos natuurlijk. Floor, man. Ik dacht dat je de winkel had ingericht. Laat maar jongens, de winkel is nog niet ingericht. Want we zijn ook ongeveer 25 uur verder in het leven sinds dat we deze winkel gebouwd hebben. 25 à 26 uur verder. Maar waarschijnlijk is Floor druk met andere dingen. Niet met mij!
deze manier ga ik hem nooit gebruiken. Een mooie bijenfarm. Harry, kapitein Snavel. Ik ga nooit mijn mooie honing kunnen verkopen. De bijtjes zullen nooit gebruikt worden. Er is niks in de wereld wat mij nu nog op kan vrolijken. Wacht eens even. Ik heb denk ik wel een leuk idee om op te vrolijken. Jongens, ik heb een prachtig idee hoe ik mezelf weer op kan vrolijken om het feit dat we nog geen honing kunnen verkopen. En dat is natuurlijk een piraat uithangen. Ik heb al in de afgelopen 2 à 3 afleveringen niet echt meer piratenstreken uitge... Hoe noem je dat? Uitgevoerd? Piraatstreken uitgevoerd? Volgens mij bedoel ik... Ik moet een piraat zijn. Dus wie kunnen we weer beter een beetje oplichten dan meneer KB? Want dat vindt hij heel leuk. En ik heb eigenlijk al het perfecte ideetje. Want meneer KB komt mij heel vaak bezoeken met paard en wagen. Of eigenlijk zonder wagen, gewoon met de paard. Komt hij er altijd gezellig aan en dat doet hij maar gewoon. Alsof het niks is, weet je. Alsof je gewoon piratenland, piratenbaai in kan rijden met je paard. Helemaal gratis zonder iets te betalen. Nee, nee, zegt kapitein Knalnut. Nee, nee. En ai, ai. Ik zeg ook vaak ai, ai. Dus wat nou als wij hier ergens... Nou, niet hier. Het moet een smal stukje zijn. Oeh, daar. Dat is een mooi plekje. Ja, hier. Dit is ongeveer een mooi plekje. Jongens, dit hier. Dit is het perfecte plekje. Wat nou als we hier ongeveer een beetje in zijn land, ook bewust... Want dan is het zeg maar nog vervelender. Want dan heb ik een beetje in zijn land hier gebouwd. Maar een beetje op de rand van mijn land ook. Wat nou als we hier een tolpoortje maken. En dat elke keer als meneer KB hier langs wil rijden. Moet hij 10 goud betalen. Zo simpel is het. 10 goud maar meneer KB. En dan wil ik als je met paard en wagen hier langs wil. Zo simpel is het. Dus dan maken we hier een tolpoortje met een klein muurtje. Misschien een beetje hier tot het water en zo. Misschien een leuke kanon. En weet ik voor wat allemaal. We gaan een piratentolpoort maken. Zodat meneer KB niet zomaar weer terug naar mij kan. En hier gewoon naar binnen kan lopen alsof het niks is. Ook al 9 van de 10 keer komt hij wel met wat... wat vriendelijks komt hij aan. Maar weet je wat het is, meneer KB? Ik ben een piraat. Ik weet niet waarom ik een keyboard heb neergezet, jongens. Oké, laten we maar beginnen met de tolpoort. Jongens, we zijn klaar met de tolpoort van het Wilde Westen naar het Piratenland. En we gaan er gelijk even met Benny, de beruchte piratenbaas, heen rijden. En ik heb de laatste dingetjes die ik daar wil plaatsen gelijk in mijn inventory. En dan is hij helemaal klaar en moet meneer KB gewoon voortaan tol betalen als hij hierheen gaat. En iedereen die eigenlijk ook via dat pad gaat. Ik heb het lekker simpel, lekker klein gehouden. Ik dacht, ik ga het niet al te ingewikkeld maken en zo. Dat slaat nergens op. Het ziet er wel prima uit, moet ik zeggen. Vooral vanaf meneer KB's kant ziet het er leuk uit. Zo zetten we Benny even hier neer. Kijk jongens, vanaf hier ziet het er leuk uit. Ik heb hier ook een kooi neergezet met daarbij gereserveerd Sheriff Junior. Dus we hopen dat het paard van meneer KB, het kind van het paard van meneer KB, hier een keertje vast komt te zitten. En anders zorgen we er zelf voor. Dan heb ik een leuk kanon hier neergezet. Dan wil ik deze hier even vervangen voor een lantern. Dan wil ik sowieso nog heel even wat lanterns hier en daar plaatsen. Want hij is voor de rest nog best wel donker. Maar ik heb bewust, jongens, hier aan de binnenkant heb ik plekjes vrijgehouden waar ik dan lanterns kan plaatsen. Alleen moet ik er niet invallen, want dan zit ik vast. Zo, nu is hij 's nachts ook nog mooi belicht. Dan hebben we hier de poort. Die is een soort van beetje diagonaal. Ik dacht dat is leuker dan gewoon een rechtstreepje. Geeft het een beetje meer diepte als het ware. Leuke boom met kokosnootjes erin. Dan wil ik hier nu even denken. Dit plaatsen zo. Piratentol, meneer KB. Zo, hoppakee. Piratentol, meneer KB. Tol is 10 goud. Meneer KB, je moet gewoon voortaan 10 goud betalen. Weet je, niet eens om ding om vragen. Nee, het is gewoon... Dit is nou eenmaal hoe het is. Maken we nog even een laatste barrel. Zo, hoppakee. Wacht eens even. Zo, een barrel. Dat gaat de kassa zijn. Nou, trouwens, ik had hier al een barrel. Dan doe ik hier wel gewoon de kassa van maken. Kassa. En dan zo. Hoppakee. Dan maken we deze maken we ook met glow inkzak. Boop. En dan zo. Kassa. Inderdaad hier. Meneer KB, hier is de kassa. Hier kan je je goud betalen. En dan mag je oversteken voortaan. Ik ben helemaal tevreden met hoe dit is uitgepakt.
Ben je nou benieuwd naar hoe meneer KB hierop gaat reageren, jongens? Dan moet je waarschijnlijk even zijn video kijken. Ik gok dat dat de rebelse reactie gaat zijn. Nou, Benny, laten wij eens even gezellig hier, hoppakee, gratis over de tolpoort gaan. Want er staat Piratentol, meneer KB. Tol is die, gaat, staat niet. Piratentol, knalnut. Nee, dat staat er niet. Oh, kijk, vanaf deze kant kunnen we doen. Cowboy, tol, knalnut. Tol is 0 goud. En dan die van mij is ook mooi wit. Zo, hoppakee. De cowboy tol is van knalnut is 0 goud. En de piratentol van meneer KB is 10 goud. ik vind het helemaal leuk, jongens. We hebben weer een lekkere piratenstreek uitgehaald, uitgespookt. En ik weet dat je er zo omheen kan en aan alle kanten omheen kan. Maar dat gaat meneer KB niet doen. Hij houdt zich aan de regeltjes. En dan kunnen wij gelukkig weer langzaam terugkeren naar het piratenland, jongens. Zonder tol, want het is voor ons lekker gratis. Zetten we Benny hier weer op deze plek neer. Hoppakee. Goed, jongens. Dan hebben we in deze aflevering zo ongelooflijk veel gedaan. We hebben een nieuwe winkel gebouwd. Die vloer helaas nog niet heeft ingericht. We hebben het strand en het pad hier helemaal door laten lopen. Het is hier helemaal veranderd. We hebben een bijenfarm gemaakt. We hebben een tolpoortje bij meneer KB gemaakt. Ongelooflijk veel progressie dus. En ik ben heel echt blij aan het worden met mijn basis, jongens. Het begint er langzamerhand echt als een soort piratenland uit te zien. Kijk, hoe dat er daar allemaal uitziet, dat moet je nu nog even vergeten. Maar wat je hier ziet, zo moet je het een beetje voorstellen. Helemaal rondom hier. Uiteindelijk wil ik dit eiland veel hoger maken. Ik denk dat ik hier een hoge berg van wil maken. Dat je, als je van afstandje aan komt varen, bijna de boot niet eens meer kan zien. Omdat de berg hier gewoon tussen zit. Dus ja, dat wordt een berg bouwen. Maar dat komt in een van de volgende afleveringen. Voor nu wil ik nog even langs de dierentuin. En dan denk je, de dierentuin? Onze grote vriend Justin heeft een dierentuin gebouwd. Jongens, we zijn aangekomen bij de zoo, oftewel de dierentuin van Justin. Hallo Justin. Hey, man. Hey, joh. Leuk dat je er bent. Nog maar 2 keer gezien dit seizoen, denk ik. Is dat zo? Ja, en ik heb niet door dat jij een dierentuin aan het bouwen bent. Mag ik er binnen? Deze potje. Donaties. Yeah. Ja, maar donaties is vrijwillig meestal. Ja, maar hier niet. Hier zijn donaties nee. Verplicht, want dan ja. Zijn er toch wel meer prijzen, niet donaties. Ja, nee, maar dat is beter. Beter voor de mensheid, want anders lijkt het zo direct, heb je? Maar ik heb niks. Ik heb toortjes, mijn tools, ik heb een gluurapparaat en ik heb een bed. Ja, gluurapparaat. Nee, maar die heb ik van meneer KB gekregen. Ja, dat is borg. Ik krijg hem straks terug. Krijg je hem afloop terug? Ja. Oké, dan zie je mijn gluurapparaat uiteindelijk. Als je je niet misdraagt. Als ik hem niet misdraag. Welkom in het park, die nog langer niet af is. Nee, maar ik wil wel even zien. Ik ben wel benieuwd wat je allemaal gedaan hebt. Je hebt een dierentuin bij aan het bouwen. Ik ben een dierentuin aan het bouwen. Hier komen allemaal huisjes, weet ik wat. Leuk. Allemaal huisjes hier. Ik denk gewoon dat er niet eens 1 huis past. Allemaal huisjes. Hier komt een flat gebouw. Oh, oké. Nee, ik ben nog een beetje aan het koekloeren. Oh, de kippen. De kippen, joh. Die kippen, joh. Oh, een prachtige kippen, joh. Ja, mooie kippen, hè? Nee, maar ja. De indeling wordt nog misschien wat anders. Pad of zo, een beetje meer kronkelen. Ja, je bent al goed op weg. Ja, hey, de varkens. Je hebt wel al dus wat hokken en dieren en zo. Ja, dus ja, wel ja echt is wel wat. Weg. Ja, ik dacht dat. Dat gaan ze in één keer allemaal doen. Hier heb je de sheeps. Oh, de schapies. De schapies, ja, ook leuk, prachtig. Hè? En ja, hier het konijnenhol. Het konijnenhol. Oh, dit is wel leuk dat je ook echt zo'n hol daar hebt gemaakt. Ja, dat is wel en leuk. Je hebt, ook echt, 1 killer bunny. Ik heb er 2. Je hebt er 2. Oeh. Oh, daar is de volgende. Ze zijn heel actief aan het springen. Die ene zit volgens mij al constant. Ja, volgens mij horen ze niet zeg maar in gevangenschap te leven, Justin. Nee? Ik kom hier ook om ze te bevrijden. Ja. Ben je van BNF? Ik kreeg al een berichtje van BNF. Oh, ik heb ook een berichtje gekregen van BNF. Ik denk dat iedereen op de server van BNF een berichtje heeft gekregen. Nou, hier heb je het... Oh, leuk dat je dit een beetje diep onder, zeg maar, wat dieper hebt gemaakt. Leuk, dit. Hè? Ja, dat is zeker leuk. Ja. Je hebt 3 kamelen ook echt. Ja, leuk. Hoe kom je eraan? Ik heb meneer van het zand gevraagd. Oh, maar... de sheik. Oh, ja, de sheik. Ja. Ja, Robin. Ja. En ik zoveel moeite voor de beest. Maar... Wel heel leuk. Dat maar... ten hoge... daar stond wel één voor dat WNF langs moest komen. Ja, ik heb ook al het WNF op het dak gekregen. Ja, nee. Maar, het begint er goed uit te zien in je park. Ja, wel leuk, hè? Wat is je naam? Wat is de naam van de dierentuin? Ja, ik bouw iets en dan weet ik de naam nooit, dus... Misschien weet je ook kijken het. Kom, nee, kom maar nu met de naam. 3, 2, 1. Biertje. Biertje? Hoezo nou een biertje? Ja, weet ik niet. Ik moest het niet denken. Je park en biertje. Dierentuin biertje is ja, maar dit. Ken je nog van volgend seizoen?
Ja, dat weet ik nog. Was ook dit zo is... random, ik moest in één keer een naam zien. Dit is dierentuin biertje. Nee. Je kijkers moeten even wat bedenken. Nou, het is op een dag, het is dierentuin biertje. Nee. Dierentuin biertje. Nou, ik vind het er leuk uitzien, Justin. Ik vind dat niet kunnen. Mag ik een gluurapparaat? Ja, als jouw kijkers een naam bedenken. Oké, jongens, nu in de reacties, laat even een naam achter voor de dierentuin van Justin. Dan komen we hier over 10 afleveringen terug, want dit is aflevering 10. Dan wil ik dat die af is. Dan wil ik dat het overal staat. Hoezo eis je dat bij mij? 10 afleveringen, kom op. Ik heb in 10 afleveringen ook al genoeg kunnen doen. Oké. 10 afleveringen voor mij. Dan is je dierentuin helemaal af. Maar dat is 10 dagen. Nee, 10 dagen. Dat is een maand, 10 afleveringen. Oh. Oké. Ik heb nog 1 week vakantie, dus ik moet nog even... Oké, opschieten. Dan gaan we gelijk verder. Gaan we gelijk lekker doorbouwen. Nee, ik vind het er leuk uitzien. Kom je al een keertje weer bij mij gezellig op bezoek? Gewoon samen vissen, thee drinken, meneer KB pesten en zo. Ja, waarom ook niet? Maar ik heb bijna een winkeltje, hè? Dan moet je binnenkort maar even langskomen. Je bijna een winkel? Ja, bijna een winkel. Er moet alleen nog één grote machine worden gebouwd. Dan ga ik volgende aflevering gaan kijken naar je winkel. En die voor mij is volgende aflevering ook weer open. De nieuwe. Echt? Ja. De nieuwe? Ja, de honingpotwinkel. Oh, die? Ja. Met de kaarsjes. Ja, dat komt goed. Dat met kaarsjes, honing. Ja, je dieren hebben wel kaarsjes nodig en honing. Ja, nee, maar... Weet ik wat allemaal. Dat is voor een Halloween-stijl. Het is inderdaad enigszins bijna Halloween. Ja, dus als Halloween is, dan zet ik alle lampjes om voor kaarsjes. Dat moet je sowieso doen. Heel veel kaarsjes kopen. Oké. Okay. ik zie je later weer. Goed, jongens, we zijn terug in Piratenland. En ik hoorde dit ding helemaal tekeer gaan, dus laten we even kijken naar de buit. En ik zie dat ik wel echt even buiten opnames om... de honeybottles even wat meer aan het werk moet zetten, want dat gaat net te traag. Op deze manier gaan we niet heel snel honing krijgen. Maar dat komt helemaal goed, jongens. Voor nu klimmen we de boot weer op. Zeggen we gedag tegen kapitein Snavel. Hallo, kapitein Snavel. Klimmen we de mast op naar het kraaiennest. Het is best wel een tijdje klimmen. Zo, daar zijn we. En vanaf hier kunnen we... Oh, we kunnen vanaf hier heel goed kijken hoe het er allemaal uitziet. Ik kan net niet de tolpoort vanaf hier zien. Ik zit even aan de touwen hier te hangen van de zeilen, weet ik wat. En ik kan net niet de tolpoort zien. Ook niet met mijn gluurapparaten nog bij. Daar kan ik helemaal ver inzoomen. Maar net niet. Wel leuk om vanaf hier met gluurapparaten te kijken. Dan kunnen we mooi naar mijn basis kijken en zo. En ik ben echt heel blij met het resultaat. Althans, het resultaat hoe ver we zijn. Maar we zijn echt nog lang niet klaar. Maar voor nu, jongens, ga ik deze video afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker even niet te abonneren. Ben je nou tot dit punt in de video gekomen en je bent nog niet geabonneerd? Kom op, jongens, het is gratis. We gaan heel hard. We zitten bijna op die 320.000 abonnees inmiddels. Dus abonneer zeker even. En als je inmiddels geabonneerd bent, kijk dan zeker even lekker deze video. Dit is namelijk het vorige content veendeel. Heb je er nou nog niet gezien? Moet je hem zeker even kijken. Ben je weer helemaal up-to-date. En dan nu spreek je later glaasje water. Tot 4 flesje bier. Tot de volgende keer.